In de meeste dictaturen loopt de ingezetene echter vooral gevaar door wat hij zegt, hij vindt of wat hij doet. Dat zijn beide zaken waarop je nog zelf enigszins invloed kunt uitoefenen door je mond te houden en geen gekke dingen te doen. Wie tijdens de nazi-bezetting in het verzet ging, kon in dat opzicht vaak nog gedeeltelijk hun eigen keuzes maken. En de risico's van die keuzes voor zichzelf of de eigen familie afwegen. Dat wordt heel anders als je vervolgd dreigt te worden niet vanwege wat je doet, maar vanwege wat je bent. Jood bijvoorbeeld. Zelfs als je jezelf niet als Joods beschouwde, maar door anderen op voor jezelf irrelevante gronden, verre voorouders, via de moederlijke lijn, als zodanig werd gedefinieerd. Een Jood is bestemming is, zoals Hermann Göring eens aan een partijruzie op dit vlak een einde maakte. Als dan vervolgens door de overheid via een stelselmatige haatcampagne, die op oude antisemitische elementen met deels religieuze wortels, christusmoordenaars, stoelt, de bevolking tegen jouw minderheid wordt opgezet, waarbij op jouw vangst zelfs een prijs komt te staan, het zogenaamde kopgeld, dan weet je al snel niet meer wie je nog kan vertrouwen. Wie in je omgeving die je ooit eens met een jodenster heeft zien lopen, of weet dat die identiteitsbewijs vervalst is, zou bereid zijn jou uit geldzucht of plichtsbesef aan te geven. En als je moet onderduiken, bij wie kan je dan aankloppen? Of wie blijkt dan alsnog te bang? En angst is een zeer menselijke en niet altijd een slechte raadgever als het om het eigen overleven gaat. Ze heeft een functie in de evolutie. Wie blijkt dan alsnog te bang voor represailles om je te helpen? Omdat in dictaturen ook hulp aan de interne vijand levensgevaarlijk kan zijn en streng wordt bestraft. Voor datzelfde probleem stonden naast Joden eveneens homo's ook voortdurend gevaar lopend vervolgd te worden om wat zij waren. En in dat geval hielp ook de algemene vooroorlogse mentaliteit niet mee. Want veel niet-nazi's beschouwden in grote getale homo's evenzeer als ziek, als maatschappelijk gevaarlijke perverselingen die de stabiliteit van de samenleving en het heilige gezin als hoeksteen daarvan zouden ondermijnen. Beluister de huidige christenfundamentalisten in Amerika met hun haatcampagnes tegen andersdenkenden en anderszijnden die al meerdere mensen het leven heeft gekost. Homohaat is geen islamitische specialiteit, de kerk kon er ook wat van. En in de oude Republiek der Zeven Provinciën, die door onze premier nog om haar VOC-mentaliteit wordt bewonderd, waren sodomietenvervolgingen soms aan de orde van de dag. Zoals men nu in Mekka, Jeruzalem, het Vaticaan en Staphorst over homo's denkt, zo dacht een halve eeuw terug ook de meeste doorsneeburgers in Europa en in Nederland. Dat betekende dat homo's al bij voorbaat op weinig sympathie konden rekenen, indien zij het slachtoffer van vervolging werden. Dat was gewoon hun eigen schuld. Ook zij stonden dus voor de vraag, wie kan ik nog vertrouwen? En wie blijft straks mogelijk een aangever bij de politie te zijn? Heel concreet kwam dat morele outcast aspect naar voren bij in de kwestie P.J. Meertens. Toen de latere naamgever van het instituut, dat dankzij Voskuil van Termunt tot Terneuzen wereldberoemd geworden is, toen de naamgever van het latere Meertens instituut vanwege homoseksuele contacten tijdens de oorlog conform de Nederlandse wet in het gevangen was beland. De secretaris van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, de ARP'er P. Scholten, hoe fel antinatie ook, weigerde nadien een helpende hand uit te steken. Bij alle vrijheidsliefde, Gods zedenwet ging voor. Nog vele decennia na de oorlog werden homoseksuele nazi-slachtoffers officieel doodgezwegen en kon op 4 mei op de Dam vanwege fatsoenshakkerij in oud-strijderskring niet namens hem een aparte krans worden gelegd. Nu hadden, anders dan Joden, homoseksuelen voor de oorlog wel geleerd zich enigszins te verbergen. Want zij waren zich van de diepgewortelde afkeer van de samenleving, zeker in het geval van het door en door braaf christelijke Nederland, maar al te bewust. Desalniettemin, de dreiging van vervolging door de nazi's bij het concentratiekamp in het verschiet was, ook als die niet systematisch plaatsvond, natuurlijk nog wel van een andere orde dan de gerechtelijke vervolging door de Nederlandse overheid. De groeiende volstrekte willekeur was in zijn algemeenheid iets waarmee Nederlanders weinig ervaring in het verleden hadden opgedaan. In dat opzicht was de Duitse bezetting op geen enkele wijze te vergelijken met de Franse anderhalve eeuw eerder. Ofschoon er na de bevrijding wel zulke idiote vergelijkingen zijn getrokken met de Bataafse revolutionairen van 1795 als voorlopers van de NSB'ers van 1940. En je moest inmiddels wel heel oud zijn om nog aan de bloedraad van Granvelle en Alva persoonlijke herinneringen te hebben.
Nederlanders waren, net als de andere volken die zelf al lang in een democratie en rechtsstaat leefden, en dus gewend waren op de meest basale terreinen van het leven, op het fatsoen van staat en overheid te kunnen vertrouwen, voor het overleven van een dictatuur mentaal zeer slecht geëquipeerd. Naïviteit omtrent de ware aard van het naziregime lag bij hen sneller op de loer dan bij pakweg de Russen of Roemenen, die in hun verleden niets anders dan mensenrechtsschendende autocratieën hadden gekend. Nog steeds blinken Nederlanders uit in naïviteit in het buitenland als het hun eigen gedrag betreft. Niet weten dat je in Birma maar beter geen militaire basis kan fotograferen. Niet weten dat je in Turkije maar beter niet op de vlag kunt urineren. Niet weten dat gezellig naaktvrij op een strandje Saoedi-Arabië minder verstandig is. Wie geen dictatuur heeft meegemaakt, heeft vaak moeite om te snappen wat een dictatuur betekent en met je doet. Een permanent maatschappelijk wantrouwen creëert, want wie kan je nog vertrouwen? En dit bewust door de machthebbers met hun verdeel- en heerstactieken van straf en belonen gestimuleerd. Dat dan het organiseren van verzet heel moeilijk en moedig is, zal duidelijk zijn. Zelden is al onbegrip voor wat een dictatuur inhoudt, aan welke gevaren je blootstaat, duidelijker tentoongespreid als door de zwaar overschatte Amerikaanse historicus Daniel Goldhagen met zijn boek Hitler's Willing Executioners. Waarom, ze vroegen zich af, zijn de Duitsers dan niet tegen Hitler in opstand gekomen toen de trein naar het oosten begon te rijden en zij, indien zij dit massaal hadden ondersteund? Ja, waarom? Omdat Hitler geen Bush was, tegen wie je eventjes kan demonstreren zodra wat hij doet je niet meer zit. En omdat je in die situatie eens weet wie bereid zou zijn om samen met jou te protesteren, als je hem voor zo'n protest zou benaderen, in plaats van je bij de autoriteiten te verlinken. Kortom, wie te vertrouwen zou zijn. Een oproep in de krant, gelijkgestemde morgen om 10 uur graag verzamelen op Museumplein, vormde anno 1942 in Hitlers Europa geen contactmogelijkheid. Laat ik, om duidelijk te zijn dat in een dictatuur niemand meer te vertrouwen is, afsluiten met een schrijnend voorbeeld uit Nazi-Duitsland, ook uit de oorlogsjaren zelf. In een dorp had een vrouw via de Duitsstalige BBC gehoord dat de zoon van de buren, een verdwenen soldaat, van wie zij lang niets meer gehoord hadden, krijgsgevaar, maar dus nog in leven zou zijn. Ze gingen meteen naar de buren om hem met dit goede nieuws gerust te stellen. Die buren gingen daarop meteen naar de politie, omdat hun buurvrouw naar een verboden buitenlandse zender geluisterd had. Ik dank u wel.